waarom Queen Elizabeth een koordkutter zou zijn geweest. Queen Elizabeth is misschien wel de grootste Britse nerd aller tijden. Lang voordat wij gewone stervelingen nog maar wisten wat een e-mail was, stuurde Elizabeth in 1978 al vlot digitale kettingbrieven heen en weer. 9 jaar eerder liet ze zelfs al een brief achter op de maan. Maar het was haar kroning tot koningin die het meeste invloed heeft gehad op de mensheid. De eerste live-uitzending van een Britse kroning werd door 20 miljoen mensen wereldwijd live bekeken en zette zo televisie als medium op de kaart. Haar royal nerdiness, de Queen, bleef technologie op de voet volgen, van videocalls, social media tot streamen. En als professionele lintjesknipper was ze natuurlijk ook fan van kabelknippen. Want ja, je denkt toch niet dat de Queen extra wil betalen om naar The Crown te kijken op Netflix. Koordkutten of kabelknippen is het opzeggen van je betaalde tv-abonnement. Je knipt dus bij wijze van spreken je kabel door en je zwiert een decoder buiten. Hiervoor heb je wel een smart tv of een streaming device nodig, zoals een Chromecast. Die plug je in op de HDMI-poort van je domme tv en dan stream je verder van op je laptop of smartphone. Zo kan je je favoriete streamingplatformen zoals Netflix of Disney Plus casten naar je tv en blijf je gratis kijken naar VRT Max of VTM Go. Voor een van de rijkste personen ter wereld is dat natuurlijk maar een peulschil. Maar kabelknippen kan je honderden euro's per jaar besparen. Want je hebt dat tv-abonnement niet meer nodig en je moet ook geen huur meer betalen voor de decoder. En het beste van alles? Je kan op alle schermen in je Buckingham Palace verder kijken. Van je tv tot je smartphone. Benieuwd naar meer informatie over koordkutting? Check dan snel onze website.